Oké, dus blijkbaar ben ik vandaag. Shut the fuck up. Dus blijkbaar ben ik vandaag jarig. Ik word 16 jaar. En dat vind ik super fijn. Nee, dus vandaag is het de 27e van de 7e maand van 2015. En op die dag ben ik geboren om 2 na 2. Eigenlijk 2 na 14. In de namiddag, snap je, niet in de nacht. Anders was ik wel een nachtdier. Oh, fuck. En kijk wat ik vandaag heb gekregen voor mijn verjaardag. Een doosje Tic Tac. Oh. Moet je pillen kopen? Oh. Dude! Je moet respect hebben voor je verjaardagscadeau! En kijk, dat zijn van die minions of zoiets. Van Tic Tac minions of zoiets. Maar blijkbaar is het tegenwoordig de hype om mijn verjaardag een of andere funny foto op je tijdlijn te zetten dat niet funny is. Maar ik moet jullie wel bedanken voor de leuke verjaardagswensen. Maar vroeger was een verjaardag echt 10 keer leuker. Ik bedoel, mijn verjaardag, ik zag er maanden op voorhand naar uit dat ik verjaarde. Niet per se omdat ik dan een jaar ouder werd, maar gewoon omdat wij een leuk verjaardagsfeestje houden met heel veel pakjes en feest en heel de familie. Maar de helft heeft nu een ruzie met elkaar. En ja. Maar ik heb het gevoel dat alles eigenlijk minder leuk wordt na een tijd. Ik bedoel, vroeger kon ik mij met alles amuseren. En nu, kijk wat ik nu moet doen om mij te amuseren. YouTube. En dat is dan nog niet echt amuseren vaak, maar... Grapje. Rasta. Oké, maar zet AUB niet onder deze video gelukkige verjaardag, want dat is zo typisch. En eigenlijk wil ik deze video ook gewoon niet maken. Want ja, ja, ja. Maar de reden dat ik eigenlijk zo weinig pakjes krijg... De reden dat ik eigenlijk niet echt veel pakjes krijg, omdat ik die computer heb gekocht en... Ja, mijn ouders die hebben dat al dan betaald en shit like that. Dus die moeten niet echt nog iets geven wat wel begrijpelijk is. Eigenlijk moesten die mij nog 800 euro meer geven, maar oké, dat maakt niet uit. Maar, mensen! Hey! Ik word nu 16 jaar en ja... Dat is eigenlijk zo'n leeftijd dat je begint je uit te leven op een vijf en dat je begint te drinken, dat je begint te weet ik veel wat. Bij mij gaat dat er niet in zitten. Ik ga hier gewoon op mijn kamer blijven zitten. En dat is het. Ik ga geen goede vijf doen. Ik ga niet heel mijn vriendenkring uitnodigen om hier een weet ik veel wat te komen doen. Nee. We houden het gewoon bij een videorecorder. Let's go. En in plaats van een goede pinkje, vind ik een goede cola, hey. Wat denkt u daarvan, hè? En kijk, ik had ook net nog dit gevonden in de doos van mijn computer. Een gratis code voor een of andere game van Batman Arkham Knight. Ik heb die gedownload en... Wat blijkt er nu? Punt 1. Ik heb nog nooit zo'n slechte game gespeeld. Nog nooit. En punt 2. En punt 2. Mijn computer kan dat niet aan. Ik bedoel, what the actual fuck? Ik koop een gamecomputer om te kunnen gamen. Fuck my life. Maar goed mensen, eigenlijk was dit de video. Ik weet, het is een beetje een kut video, maar... Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Laat even een like achter. Niet commenten van gelukkige verjaardag. Als je dat echt wilt commenten, moet je dat commenten, maar... Ja. En als je niet bent op mijn kanaal, vergeet dan niet even te abonneren. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video.